Yes, vrienden en fans, wat leuk dat je weer kijkt. Welkom weer bij een nieuwe video en we gaan kijken naar My Supermarket. Vergeet me niet eventjes op TikTok te volgen voor de laatste short of wat ik die dag ga spelen. En daarnaast zie ik je heel graag elke zondag hier op YouTube om 6:30 in mijn livestream. Yes, we gaan kijken naar My Supermarket. Wat is dat precies? Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde als Supermarket Simulator. Het is gewoon een supermarkt management/simulator game waarin we gewoon allemaal klanten gaan helpen. Volgens mij kunnen we ook dingen aanpassen. We kunnen heel veel dingen plaatsen, had ik gezien. Super, super leuk. Je kunt hem kopen voor 15 euro. Dus dat valt reuze mee. Dat is niet duur. En al helemaal niet voor dit spelletje. Het is echt, het is wel... Ja, ik was wel verrast. Ik heb natuurlijk al eventjes lopen spieken. Even kijken of hij niet crasht. En ik was wel onder de indruk, moet ik heel eerlijk toegeven. Nou, voor de mensen die nog niet gespeeld hebben, dit misschien willen gaan spelen, laat ik eventjes de setting zien. Want er is namelijk een setting in deze game die ik heel belangrijk vind. En dat is namelijk deze. Oftewel de FOV, de Field of View. En die kun je van 25 helemaal tot 105. En dat is perfect voor mijn hoofd. Want ik speel altijd het liefste tussen de 80 en de 90 of zoiets. 95. Want anders dan word ik misselijk. We kunnen ook de FPS aanzetten. Dat zien we bovenin. Nu loopt hij heel soepel. Laten we hopen dat dat zo blijft. Voor de rest graphics op high. Hoger kan niet. Video, even kijken. Ja, alles staat goed. Dus we gaan lekker beginnen. We gaan een nieuw spel beginnen. We kunnen trouwens ook nog de character veranderen. We kunnen kiezen tussen een man en een vrouw. Wij gaan voor de man vandaag. Ook trouwens heel leuk. Je kunt heel veel verschillende dingen doen. 41 verschillende dingen op je kop plaatsen. Ja, dat is ook weer heel erg leuk gedaan. Had ik ook totaal niet verwacht. Hetzelfde geldt voor je haar. Kun je ook heel veel dingen doen. Ik denk dat ik het gewoon eventjes... Wat de hel is dit? Wat gebeurt er? Wacht even, wat had ik nou? Ik weet niet meer wat ik had. Laten we gewoon niks doen. Oké, laten we gewoon dit haar doen. Ik moet toch overal weer op klikken. Oké, laten we gewoon dit houden. In ieder geval, je kunt gewoon heel veel doen in je character. Hartstikke leuk. Wij gaan dit doen. Hoe ga ik weer terug? Return. Nieuw game. Dan gaan we onze supermarkt een naam geven. Gamova winkel, klinkt dat? Welkom bij de Gamova winkel. Ja, op zich wel. Er is niks mis mee. Openzet 9 uur. Dat had ik nog niet eens gezien. Ik heb het heel snel gecheckt. Start game. Oh, we hadden ook nog game opties. Wacht, 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 wacht. Nee, ik wil overnieuw. Load game. Even deleten. Even overnieuw. Gamova winkel. Ik wil eventjes kijken wat voor opties we hadden. Kijk, game opties. Oh, wat leuk. We hebben sandbox, we hebben easy, we hebben normal, we hebben hard. En zo te zien kun je heel veel dingen aanpassen. Tablet applications, unlock all products. Nou, dus als je dit leuk vindt, dan kan dat allemaal. Wat leuk dat dat erin zit. Had ik ook niet verwacht eigenlijk. Easy, normal en hard. Zullen we gewoon easy doen? Ja, ik hou er altijd wel van. Gewoon lekker chill spelen. Laten we gewoon easy doen en dan zien we wel hoe moeilijk het is. En dan kunnen we altijd nog naar normal of hard. Laten we het doen. Start game. We begonnen geloof ik met 40.000. Hallo. Welcome to your new supermarket. I'm here to guide you in this new adventure and business journey. If you prefer to proceed without my assistance, you can press K at any time. Oh. Oké. Okay. Ja, we hebben 40.000. Dat zien we onder in de hoek links. Let's start by setting up a storage rack to store all the products you order for now. You can access your tablet by pressing tab. Yeah. You will find various furniture categories. While placing the objects, you can use middle mouse wheel to rotate the object. Control to align to the grid. Ik vind het wel leuk, die voice acting. Het spel loopt trouwens heel soepel. Heel netjes. Oké, wat moeten we doen? Buy one storage rack. Dus als ik op de tab klik... Krijgen we de tablets. Dat is leuk. We hebben heel veel dingetjes. Furniture, products, wardrobe, multiplayer. Heb je ook nog. Dus als je daar fan van bent, eat your heart out. Dat kan. Administratie, services, staff, banking, construction, warehouse, stock en koffie menu. Kijk hoe leuk dit is. Kijk, dit heb ik even snel bekeken een beetje. We hebben dit soort dingetjes. Dan hebben we retail. Dus de kassa. Ik vind de prijzen ook wel... realistisch vergeleken met de andere sim. Ik vind dit wel leuk hoor. Even kijken, furniture, shelving, flora, dus allemaal plantjes en zooi. Dan hebben we cleaning, oftewel schoonmaken, heel belangrijk natuurlijk altijd in je winkel. Lighting, ook leuk. Christmas.
Dus ze hebben zelfs gedacht aan de seizoenen. Waarschijnlijk is het met een soort update gekomen vorig jaar, denk ik. Leuk, dus dat betekent dat ze dat dit jaar ook gaan doen. Wie weet, laten we het open. We gaan beginnen met een storage rack. €150. De storage rack is a robust and practical solution for organizing supplies. Its adjustable shelves accommodate various items, enhancing efficiency in your workspace. Oké. Daar gaan we. We kunnen dus draaien met het muiswiel. En we hebben een grid. Dat is top. Dat was met control. Oké, ik had liever lijnen gezien. Maar goed, dit voldoet ook wel. Laten we hem dan hier doen. Ik heb geen idee. Laten we dat gewoon doen. Hij is wel een beetje jerky, zeg maar. Hij gaat alle kanten op. Yes. Now we need to order some products using the tablet again. Let's start with some basic products available for now, like apples, pineapples, milk, bread and eggs. Order 100. While ordering products, you can press control. Okay. Shift or both while left. Even kijken. Even wachten tot hij uitgesproken is, want ik word helemaal gek. Is hij stil? Mooi. Okay, daar gaan we. Producten. Van alles 100. Laten we dan beginnen met de melk. We hebben dus fruits and vegetables. General is helaas niet in het Nederlands de game. Dat is heel jammer. Ze hebben natuurlijk weer alle talen, maar geen Nederlands. Heel erg jammer. Maar goed, we komen er wel uit. We gaan beginnen met melk. Dit is brood. Dat zijn eieren. En dit is de melk. Quantity. Dus we kunnen zelf invoeren hoeveel we willen kopen. Of je kunt hier zo beneden invoeren hoeveel. Dus dan doe ik plus 100 en dan staat er juist 100. Dan zien we de selling price. €1,14. En onze profit, oftewel onze winst, is dan 55 cent. En dat is dan 93,22%. Selling price, oké. Price inflation. Dat is ook met supermarkt simulator zo. Dit soort dingen. Alleen dan geeft hij gewoon een melding. €59. Dat hebben we. Kijk, mooi. Krijgen we nu brood. 100. €1,91 winst. We verkopen het voor €3,90. €200. Dan hebben we 100 eieren. Gaan we hetzelfde doen. Yes. Dan krijgen we 100 appels. Dan moeten we hier naartoe. Daar staan ze. 100 appeltjes. €27. En dan hebben we 100 pineapples. Ik vind het trouwens wel leuke muziek in deze game. Leuk dat het er überhaupt in zit. Ik hoop niet dat ik copyrightstrijd krijg. €99. En dan hebben we dat gedaan. Oké, leuk. Three standard shelves for products like milk, bread and eggs, and one fruit shelf for both apples and pineapples. Here you can use shift while placing objects to duplicate them and place more of the same type. Also, don't forget to use control if you want to align the objects in the grid. We gaan eventjes kijken. Waar moeten wij? Storage? Shelving. Ik had het verkeerd. Laten we beginnen met het fruit. Juist, laten we dat doen. Zo, wat gebeurt er met de camera? Waar gaan we dat neerzetten? Laten we dat dan... We hebben hier onze storage dus. Leuk, we kunnen precies zien hoe en wat zo te zien. 100, 100, 100. Laten we dan het fruit hier doen. Wacht even, ik zet even de grid aan. Ja, laten we dat daar doen. Oké, dat hebben we gedaan. En dan krijgen we 3 shelves. Large shelf, small shelf. 300 of 900 per stuk. Laten we dan... Oh, wacht, we hadden er nog eentje. Wacht even, deze. The versatile shelf offers a stylish and functional display solution. Showcase a variety of products and optimize space utilization with this essential fixture. 600. Maar goed, we hebben 39.000. Dus dat zou niet echt een probleem moeten zijn. Ja, dat is er één. Laten we dan... Welke had ik nou? Ik zag het niet goed. Wacht even. Deze of niet? Ja, oké. Okay. Nou, laten we deze dan aan de andere kant zetten. Even kijken of dat... Kan dat? Ja, perfect. Oké, okay, dan moeten we er nog eentje hebben. En zullen we dan een grote doen? Double the size, double the product sold. Ja, dat is inderdaad een hele grote. Oké, laten we dat dan hier doen. Of niet?
Waarom kan dat niet? Oh, ik wil net zeggen. Yes! Pick the products from your storage rack and refill those shelves. For that you just need to get close to the object and press F to interact. You can carry up to 3 product boxes, so keep filling them up. Also, another tip, if the delivery guy is moving slow, try punch him using left mouse button. Okay, we kunnen de mensen die onze spullen komen brengen slaan, als ze niet snel genoeg gaan. Oh ja. Oké, even kijken. Refill yourselves with 20 melk. Oké, dus dat heb ik nu in mijn handen. En dan hoop ik dat het allemaal goed gaat. 20 melk. Hey, we hebben daar onderaan melk staan. We hebben 10 van de 20. Wacht eventjes. Dat is niet de bedoeling. Ik moet meer hebben. Ik moet meer melk hebben. Place products, pick up products. Nee, ik wil het neerzetten. We hebben er nu 20. 15 brood. Oké, laten we even kijken of dat... Kan dat hierboven? Hey, waarom kan dat niet hierboven? Place. Dat is vreemd. Oh, nu staan ze er wel. 10 van de 15. Ja, dat is wel vreemd. Waarom is dat? Oké, we kunnen dus niet daarbovenop producten plaatsen. Dat is vreemd. Oh, wel. Oh, je kunt zeg maar niet 2 verschillende producten op 1 zo'n shelf neerzetten. Dat is apart. Refill your shelf with 20 eggs. Oké, laten we dat dan hier doen. Oh nee, kijk, zie je, dat kan dus niet. Oké, laten we het dan hier zo doen. Dat zijn er dan 10. En dan moeten we er nog een paar hebben, oftewel 10. En dan hebben we 20 aan deze kant. Ik ben zo benieuwd naar deze game. Dit lijkt me echt heel erg leuk. Refill yourself with 20 appels. Dus deze die komen dan hier zo. Dat is 10. Dus moeten we er nog 10 neerzetten. Dan hebben we dat ook weer gedaan. Ja, huh? Oké, daar gaat het wel om. Oké, het zal wel. En dan hebben we nu dus de pineapples als laatste. Oftewel de ananas. Dat is 10. En dan komt hier zo 20. Get a cash register so you can attend your customers. You know the procedure now. Buy one using your tablet and place it wherever you like. Oké, even kijken. Retail. The cash register. €1300. Oké, waar gaan we dat neerzetten? Zullen we dat hier doen? Zullen wij dat gewoon hier doen? Nou, dat is ook niet echt een hele goede plek, hè? Want er staan straks in de rij hier zo voor de ingang. Dat is ook niks. Ofwel, of maakt dat niet uit. We kunnen het ook daar doen. Is dit een idee om het hier te doen? Ja, laten we het dan hier zo doen. Oké. Everything is ready for the opening day. Yes. You can use the night to order products. Refill the shelves and also refill. Oh, we kunnen skippen bovenin met T. Pressing Z and hovering your mouse at the object you want to move or sell. The store opens at 9 a.m., but you can skip the night holding tea if you like. Oké, nou, we gaan skippen, of we gaan de nacht skippen en dan zouden we open moeten gaan. Daar gaan we. Skip the night or wait for the store to open at 9 a.m. The store is now open. We zijn geopend, mensen. Oké, we moeten dus 10 mensen gaan bedienen. Daar komt het op neer. Attend 5 customers. Oh, 5, niet 10. Nou ja, ik heb alles staan. Kan ik nog meer plaatsen eigenlijk? Ik heb nog ruimte voor wat anders. Maar misschien... Oh, kijk, daar hebben we onze eerste klant. Onze eerste klant. Welkom in de GameOvo-winkel. Hoeveel gaat ze kopen? Ik hoop heel veel. Niet dat we het nodig hebben, want ik heb €35.500 in mijn zak. Maar alsnog... ik heb zo'n idee dat dat nog heel snel op kan gaan. Trouwens, ik wou eventjes nog wat anders doen. Cleaning. Oh, your first customer is waiting at the cash register. Go there. Scan all the products. Wat gebeurt er? Asked arrow keys while the products are placed at the conveyor belt. Sometimes we krijgen een minigame. From customers if you are quick enough scanning all the products.
Ik weet niet wat er gebeurt, jongens. Ik zit vast. Wat is er aan de hand met dat spel? Oké, er komt ze. We moeten naar de kassa. Het is dus een soort van minigame of zo. Met pijltjes. Oh ja, oké. Oké, dat is wel leuk dit. Het is wel apart. Ik heb het nog nooit gezien. Perfect. Nice. Oké, het is dus niet kleingeld uitrekenen. Het is echt puur gewoon een minigame. Dat is wel geinig. We hebben nu 1 van de 5 klanten gedaan. Ik ben vergeten wat ik wou doen. Oh ja, ik wou wat doen met het schoonmaken. Een trash bin voor 400 of een small trash bin. Nou, laten we maar klein doen. Laten we die dan hier zo neerzetten. Ja, en dan wil ik namelijk ook nog deze, de janitor card. Daarmee kunnen we onze supermarkt schoonmaken. Of schoonhouden, moet ik eigenlijk zeggen. Kijk, we hebben weer 2 klanten. Hallo, welkom. Welkom in de winkel. Wat nou weer? Dat zei ik al net. Buy a janitor card around the store so you can grab a broom and clean the floor. Customers don't like a dirty store. Ik ook niet. Oké, we gaan schoonmaken. Dat moeten we doen. Wat is dat met die camera? Dat is heel vervelend. Dat had niet gehoeven. De store is nou open. Take a look at your customers and attend. Ja, dat ga ik ook doen. Kijk, we hebben een bezem. Oké, dat is wel leuk. Kan ik dat ook weer terug doen? Ja, oké. Er staan 2 mensen bij de kassa. We gaan ze eventjes helpen. Eens even kijken of dit lukt. Oh god. Ik had hem. Hey, niet perfect. Hoe kan dat? Wat gebeurt er allemaal? Ik ben die persoon aan het bedienen. Other customers might get unhappy and probably leave because the shop is too dirty. Wat is dat met die camera de hele tijd heen en weer? Waarom is dat? Oké, dankjewel voor de informatie. Ik weet niet hoe je heet, maar kan dit weg? Wat? Oké, mijn hoofd wordt er helemaal raar van die draaiende camera. Oké, wat is er nou aan de hand? Want ik heb het helemaal gemist. Oh, ik moet weer overnieuw. Let's go. Perfect, toch? Ja, perfect. Mooi. €10,20. Kan ik al wat bijvullen? Moet ik dat doen? Ik neem aan van wel, toch? Laten we dat doen. Place. Juist. Dan kunnen we ook de appeltjes doen, neem ik aan. Want die wordt ook veel gepakt. Net zoals de pineapples. Die gaan we ook bijvullen weer. Ja, ik vind het leuk. Ik heb hier wel, hoe heet dat? Ik heb er wel plezier in eigenlijk. Ook met die muziek erbij, ja. Ik vind het wel geinig. Wat gebeurt er? Wacht even. Oh god. Dat was niet perfect, of wel? Oh wel, ik had hem. Het gaat steeds sneller. Het gaat echt heel snel. Het concentratieniveau is hoog. Kom op. Oké. €17. Ja. Higher reputation means more customers, products and items. Good luck. I'll be around if you need me. Oké, zijn we van hem af? Ik hoop het wel. Oké, wat moeten we bijvullen? Kunnen we wat brood neerleggen? Ja, dat kan. Laten we eventjes dat doen. Ja, please. En ik wil ook wat eitjes. Laten we wat eieren neerleggen. Please, dankjewel. En we moeten naar de kassa. Snel. Hallo, welkom. Probeer zo snel mogelijk te gaan, jongens. Yes, dat was perfect, weet ik zeker. Ja? Hey, we hebben een nieuw project. Dankjewel, tomaten hebben we. Some products require special shelves or even conditions in order not to spoil. Oh, we hebben koelkasten, of niet? Ik wacht eventjes op deze mevrouw. Het is 3:30 geweest, net. Moet ik wat bijvullen? Even kijken.
Oh, de appeltjes die mogen wel weer. Laten we de appels bijvullen. Laten we dat nog een keertje doen. Is het al vies trouwens ergens? Oh, ik zie daar wat. Oh, kijk. We gaan even de... Oh, er zit regen in het spel. Ja, dit spel begint mij te verbazen. Dat had ik ook niet verwacht. Oké, we gaan weer eventjes minigames doen. Oh god. Oh, dit gaat heel snel. Maar ik heb hem. Wat een grote bestelling trouwens. €17,50. Kom op. Dank u wel. Oké, dat hebben we gedaan. Oh, ik zie daar een vraagteken. Wat is er aan de hand? Oh, de melk is op. De melk is heel populair volgens mij. Dat ging snel. Maar sommigen die pakken ook best wel veel. Dit is een kleine bestelling volgens mij. Oh, ik had hem verkeerd. Ik hoorde het. Dat ging niet helemaal goed. Maar hij is wel tevreden. Wat de hel is dat? Wat ben jij? Een hotdog. Mensen, we hebben een lopende hotdog in de supermarkt. Even kijken. Ja. Alsjeblieft. Nog een klein half uurtje. Hey, we hebben suiker. We hebben suiker. Ja, nog een kwartiertje en dan gaan we dicht volgens mij. Volgens mij is het dan afgelopen. Dan is het klaar voor vandaag. We krijgen een minigame. Ja, dus je moet je wel concentreren bij de kassa. Ik vind het leuk gedaan. Ik vind het echt leuk. Ik zie daar mensen met een vraagteken boven hun hoofd. Dat heb ik ook, want de dag is voorbij mensen. Het is klaar. Oh, die man heeft echt heel veel haast. Die heeft heel veel haast. Oké, kan dit? Yes. Ja, ik moet me echt concentreren hier gewoon naar op. Perfect, 14 eurotjes. Oh god. Oh, ik had hem net niet. Oké, ik krijg een duimpje, dat is goed. Administratie application unlocked. Er is een nieuwe application unlocked in your tablet. Oké, dat is echt topnieuws. Alleen, we moeten even alles bij gaan vullen. Nou, we hebben onze eerste dag gehad. Hoe ging dat? Volgens mij ging dat best wel goed. We hebben niet alles perfect gedaan. Maar goed, wat verwacht je van een eerste dag? We gaan dit bijvullen. We hebben dus een nieuw product. We hebben tomaatjes. Dus die gaan we eventjes bijvullen straks. Get product store. Dan krijgen we de appeltjes. Die appels die komen weer hier zo. Gaan we allemaal weer eventjes netjes bijvullen. Ja, nou ja, jullie kunnen het zien boven in de hoek. Het spel loopt echt heel erg vloeiend. 120 fps, gewoon de hele tijd door. Kan ik nog meer daarbij leggen? Oh, dat kan dus wel. Oké, dat is mooi. We hebben dus, even kijken. We hebben tomaatjes. Kan ik die tomaten in de koelkast doen of niet? Volgens mij laten we gewoon wat kopen voor 19 euro. Ja, dankjewel. Waar staan die tomaten nu dan? Oh, wacht. Het moet natuurlijk gebracht worden nog. Wat we wel kunnen doen is het eventjes opruimen hier. Want dit kan natuurlijk echt niet. Ik zie hier nog wat. Oh, wat fijn. Je kunt alles tegelijk meenemen. Oh, dat is echt top. Oké, we gaan het even weggooien. En dan ga ik eventjes moppen. Oftewel, we gaan eventjes wat schoonmaken. Hier zo bij de kassa zie ik wat. Dan zie ik even kijken hier nog wat. Hey, die wou ik heel graag zien. Dat zijn onze tomaten. Volgens mij heb ik het allemaal schoon, of niet? Nou, niet helemaal. Ik zie hier nog wat liggen. En ik zie daar nog wat vel liggen. Dus we gaan dit eventjes doen. Trouwens, ik kan het ook gewoon hier doen, of niet? Kan dat? Throw trash. Juist, dat kan dus ook. Moet ik deze ook legen of niet? Volgens mij... Oh, ik kan het wel uithalen. In ieder geval, kijk, onze tomaten liggen er. Perfect. We gaan ze gelijk meenemen. En hopen
Yes, het kan. Oké. Okay. Dus we hebben officieel een nieuw product in de winkel. Place products. Nog een keertje. Oh, nee, dat wil ik niet. Place product, juist. En jullie komen hier zo. Oké, okay, dat ligt helemaal vol. Alleen onze pineapples liggen niet helemaal vol. Dat is vreemd. Waarom kan dat niet? Oh, nu wel. Store. Ja, kunnen we die eitjes nu eventjes een beetje bijvullen? Perfect. Volgens mij kan daar nog meer bij. Laten we gewoon zoveel mogelijk doen van alles, want des te minder hoeven we bij te vullen natuurlijk. Kan ik helemaal tot bovenin? Even uittesten. Even testen tot hoever we kunnen. Ja, dat kan dus. Oké, okay, mooi. Nou, dan doen we het zo. Store. Dan is het 22:00 s'avonds. Volgens mij kunnen we gewoon open als we dat willen. Maar we kunnen ook even kijken of we nog wat kunnen plaatsen. Want we hebben ook allemaal andere dingetjes natuurlijk. Plantjes is wel heel leuk. We hebben 35.000 euro. Dus we kunnen van alles plaatsen wat we willen. We spelen op easy mode. Dus dat kan gewoon. Laten we dan Orchid Radiance. Dit vind ik altijd leuk. Dit soort plantjes. Maar deze is ook leuk. Laten we het een beetje gezellig maken in de winkel. Kijk, dat is toch top dit. Gaan we nog meer plaatsen? Ja, dat gaan we doen. We gaan nog wat plaatsen. Maar wat? Ik denk dat ik gewoon dezelfde plan neem. En die zet ik even kijken. Dit is de deur. Laten we dan hier zo'n plant doen. En laten we er dan nog eentje plaatsen. En laten we dat hier doen. Kijk, dat is een hele, andere binnenkomst. Toch? Het ziet er al een heel stuk leuker uit. Kunnen we dan voor de rest nog wat doen? Vast wel. Halloween. Is wel leuk dat het kan. Christmas. Laten we dan nog een plantje plaatsen. Wat gaan we nemen? 40 euro. Ja. Nou goed, laten we het maar doen. Het is beter als niks. Oké, we gaan skippen naar de volgende dag. En dan gaan we nog een dagje doen. Ik vind het leuk. Yes, we zijn open mensen. We zijn open. Trouwens, administratie. Oh, wacht even. Automatisch open. Oh, we kunnen zelf bepalen hoe laat we open en dicht zijn. Oh, dat is leuk. Nou ja, ik vind 9 tot 5 vind ik in principe gewoon een mooie tijd. Ik zou er ook van 8 tot 5 kunnen doen. Zullen we dat doen? Supply changes. Juist, we zijn een uurtje langer open. Een uurtje langer. Dus als het goed is komen er nu mensen binnen. Kijk, daar komen de eerste klanten al. Hallo meneer, goedemorgen. Wat leuk dat u er bent. Het is alweer 9:45. Ik vind het ook leuk. Je zit gewoon echt in een soort open wereld zit je gewoon. En als ik me goed kan herinneren, iemand die zei wat voor graphics het waren. Poly. Ik weet het niet meer. Poly nog wat of zo. Maar ik vind deze graphics echt leuk. Het is heel simpel. Maar het is prima. En het loopt echt zo vloeiend als het maar kan. En dan heb ik dit liever dan dat het er super mooi uitziet. En dat het spel stuttert de hele tijd. Krijgen we nu ook meer klanten? We hebben ook natuurlijk een product erbij. Er komt al iemand naar de kassa. Goedemorgen. Daar gaan we weer. Yes, 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 yes. Knallen. Uh-oh. Had ik niet goed. Maar hij is alsnog tevreden. Ja, 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 ja. Ik had hem. Perfect. Yes. €18,78. 35.000 euro zitten we nu. Misschien is het toch wel leuk om zo'n... Oh god. Oh, ik dacht dat het een dief was. Volgens mij heb je die ook hierin zitten. We kunnen even kijken voor electronics. Art en decor. Oh, wacht. Dat heb ik helemaal gemist. Arcade machines. Oh, dit is leuk. Klammers. Ja, die wil ik hebben. 3.000. Zullen we het doen? Dat kan me uitschelen. We doen het gewoon. Waar gaan we die neerzetten? Zullen we dat dan hier doen? Wacht even, mensen. Ik moet heel eventjes... Ja, hartstikke leuk. Oké, dan gaan we eventjes snel... Oh, wacht. We hadden natuurlijk... We hadden een nieuw product. We hadden suiker. Dat heb ik helemaal niet ingekocht. Oké, sorry, meneer. Yes, yes. Oh, deze gaat heel snel. Maar ik heb hem. Ja, perfect. We
We hebben weer een nieuw product. Bananen. Yes, yes, yes. Hoppa. Dat gaat goed. 26 eurotjes. Ze kopen wel heel veel. Ze kopen echt heel veel. We moeten bijvullen. Kijk, de melk is ook op. Ik ben helemaal vergeten met mijn stomme kop om dat te kopen. Wacht even. Shelving. Stores. Deze moest ik hebben. Ja. Laten we deze ernaast zetten. En dan ga ik naar producten. Ik hoop niet dat ze nu boos worden. Maar ja, ik wil het wel heel graag hebben. De suiker. Laten we de 100 doen. Voor 80 euro. Oké. Okay. Ja, zie je dat? Ze willen allemaal suiker hebben. Het spijt me. Sorry. Ik heb het gewoon niet. Ik heb het niet in huis. Ja, we moeten naar de kassa. We moeten door. Stress. Oh, dat ging niet goed. Dat ging helemaal niet goed. Nee, dat was niet mijn beste. Nou goed, ze ziet er wel blij uit. We hebben nog genoeg eieren, we hebben melk. Oh, we moeten alles bijvullen. Laten we gaan voor de appeltjes. Oh, dat zijn tomaten. Please. Dat zijn de tomaatjes. Juist, deze wil ik. Oké, we gaan verder met de suiker. De suiker komt eraan hoor, mensen. Een beetje geduld, alstublieft. Een beetje geduld. Oh, ik moet werknemers hebben. Ik moet echt werknemers hebben nu. Want dit wordt heel snel al heel erg druk. Wat wil ik doen? Wacht even, waar is die suiker nou? Oh god, wat doe ik? Oh, hier staat hij. Banaan. Oh god, ze willen alles... Alles wat je unlockt, willen ze ook meteen hebben. Wat willen ze? Ja, ze willen allemaal bananen hebben. Oh god, jongens, wat een stress. Wat een stress. Fruitshelf, laten we er nog eentje plaatsen. Ja, ik weet het, mensen. Ik weet het. Ik ben bezig voor jullie. Laten we even de grid pakken. Laten we dat dan eventjes inkopen. Producten, wat was het ook alweer? Bananen. Laten we 100 doen. Voor 90 euro. Dus daar moeten we eventjes op wachten. Kijk die kassa. Het is zo verschrikkelijk druk. Ja, daar gaan we. Allemaal minigames tegelijk. Go. Dankjewel. Next. Ja, dit is dus de straf die ik krijg. Hè? Maar ja, het is, ik vind het heel druk. Al zo snel. Moet wel opletten. Oh god, dat ging niet goed. Dat was niet netjes. Oh god, we krijgen alweer een nieuw product. We krijgen alweer een nieuw product. Oké, snel. Rennen. Oh, de melk is ook al op. Het gaat zo snel. Ja, de melk ligt erin hoor. Oh, ik heb geen melk meer. Oh jawel. Kijk dan hoeveel ze ook pakken. Ze pakken zoveel. Heb ik de bananen geplaatst? Nee, volgens mij niet. Yes. Dankjewel. Oh, je moet ook echt blijven staan gewoon. Oh mijn god, hij gaat gewoon overnieuw. Oké, blijven staan dus. Totdat je het geld hebt, want anders kun je het weer overnieuw doen. Dankjewel. Oké, ik ga voor de bananen zorgen. Sorry mevrouw, ik ga heel eventjes wat doen, want anders komt het niet goed hier. Ik krijg te veel klachten. Oh god, ik hoor wat. Ik hoor iets wat ik niet wil horen. Ik hoor iets. Wat is het? Ik hoor vliegen. Oh mijn god, het wordt echt gekkenhuis hoor nu. Oh, het is gewoon te vies hier. Dat is het. Oh, kijk dan. Ik ben benieuwd of we personeel kunnen aannemen, hoor. Want we hebben het toch echt nodig. Dit wordt echt te gek, hoor, voor mij. Let's go. Dankjewel. We gaan meteen door met de volgende klant. Ja, alsjeblieft. Wat een enorme bestelling hebben deze mensen. Oh my god, nog een product. Het wordt steeds gekker. Ik weet niet of je alles moet hebben, maar...
Ik red het gewoon allemaal niet. Ja, dankjewel. Oh, wat jammer. Ik had hem niet. Oké, ze is wel tevreden. Oh my god. Wat een dag. Wat een dag, mensen. Wat een dag. Oké, we gaan alles eventjes checken. We gaan sowieso opruimen. De muziek is echt chill. Het is een soort van jazz of zo. Of hoe heet dat? Wat is dat voor muziek? Een soort jazz of zo? Zo klinkt het wel. Kan dit hierin? Wat stond er, hè? Er stond clean trash. Oké, nou goed. We gaan alles schoonmaken. Even goed kijken. Nou, dat kan niet. Heb ik alles opgeruimd toen? Was dat alles? Dat lijkt me sterk. En toch is het zo. Waarom is die machine leeg? Ik heb voor 3000 euro die grijpmachine gekocht, maar die doet het helemaal niet. Er zit helemaal niks in. Wat is dit nou weer voor iets in huis? Oh, we kunnen ook slaan. Open om 8 uur. Nou, het is 7:30. We hebben alle tijd van de wereld. Laten we eventjes wat dingetjes gaan inkopen. Oftewel, alles. Laten we even kijken. Ik wil hier zo wat van hebben. 100. Laten we die eieren doen. 100. Brood 100. Soda 100. Dus suiker wil ik hebben. Dan hebben we even kijken. Bananen. Ik moet appels hebben. Ik weet niet wat er nu gebeurt hoor, maar dat zien we straks wel. Want ik kan dit nooit allemaal kwijt. Ik weet niet hoe ze dit doen. Maar dat is iets voor later. Even kijken, we gaan... storage. Laten we er nog eentje bij zetten. Ik kan ook grotere kopen, maar ik ga toch eventjes voor deze om te kijken of we dat gewoon redden. Juist, we gaan even wachten. Ik ga ze even mappen. Loop door! Kijk, dat is dan wel weer leuk. Ja, scheer je weg. Oké, dan hoeveel mensen. Oh, ze zitten vast. We hebben glitches. We zijn geglitcht. Ik zal jullie eventjes helpen. Wat, hoe moet dat moven? Oh, dat kan zo. Oké, laten we dat dan eventjes zo doen. Ja, laten we dat even zo doen. Heb ik alles? Heb ik alles in huis? Volgens mij... Wel, ik wil iets hebben voor dat apparaat. Mis ik iets of zo? Even kijken. Lighting. Oh, dat is ook leuk. Ceiling lamp. Wacht even. Oh, kijk. Je kunt ook echt letterlijk gewoon... Oké, maar dat hebben we al. Dus dat hoeft in principe niet. Wat kunnen we voor de rest doen? We kunnen ook... Oh. We kunnen ook mensen laten zitten. Maar ik wou dit even bekijken. Want we hebben namelijk... Een giant beer. Oké, dat is vet. Zullen we dat kopen? We hebben toch geld zat. Hoe vet is dit? Het is wel leuk om weer de hoek neer te zetten. Oké, ik heb geen idee waarom je dit in de supermarkt zou neerzetten. Maar oké, weet je, het is leuk. Het is apart. En daar hou ik van. Hoe laat is het? Het is 10:30 bijna. We gaan nu dingen inladen. Want anders komt dat helemaal niet goed. Even kijken. Appels. De appels die kwamen hier. En ik ga zo meteen toch nog een keer in mijn tablet kijken of we iemand kunnen aannemen, want het is een heleboel werk. Het is heel leuk, maar als we iemand kunnen aannemen zou dat natuurlijk helemaal geweldig zijn. Tomaten. Dat zijn deze. Heb ik geen dingen gekocht? Wacht even. En ja, dit kan weer terug. Dan krijgen we die pineapples. Die komt daar. Nog een beetje erbij. Dat moet... Ik wil alles gewoon vol hebben. Ik wil alles vol. Place. Waarom vult hij dat nou niet aan dan? Hij hoort hem toch gewoon... Juist, zie je dat? Nu doet hij het wel. Apart. Wat krijgen we dan? Dan krijgen we de bananen. Dat ligt niet hier. Die liggen hier. Nee. Hier moet dat. Juist. Die liggen helemaal vol. Yes. Dan krijgen we... Wat krijgen we daarna? Dan krijgen we de suiker... Store, suiker, yes. De suiker, die kwam hier. Het is wel fijn dat je deze tijd hebt, want dan kun je alles lekker rustig bijvullen. Of nou ja, rustig, je hebt alle tijd van de wereld.
om dat te kunnen doen. Wat gebeurt er? Hé, hey, dat was... hé? Min 50. Waarschijnlijk is dat de huur. Oké, dat komt er bovenin. Dan krijgen we de eieren. Die ga ik ook nog bijvullen. De eieren. Store. Oh, wacht. Ik zit steeds in het verkeerde rek. Eieren. Dank u wel. Deze gaat ook helemaal vol. Is het niet een idee om gewoon nog een rek erbij te kopen? Ik denk dat dat helemaal geen slecht idee is. Yes, oké. Okay. Ja hoor, doen we weer een nieuw liedje erop. Gezellig. Store product. Wat krijgen we dan? De melk. Daar hebben we ook weer genoeg van. Ja, dankjewel. Gaat ook helemaal vol. Dit is wel heel veel werk. Het heen en weer lopen en weet ik het allemaal. En ze kopen, wat ik al zei, ze kopen heel veel. Ze kopen echt heel veel op. Ik had eigenlijk verwacht dat we er wat langer mee zouden doen, maar... Ja, dat is niet het geval. Maar goed, we zien het wel. Als we het helemaal vol hebben, hoe lang we er dan mee gaan doen. Store product. Dan hadden we aan de andere kant het brood. Dat moeten we ook doen. Nou ja, je moet niks, maar het is wel handig natuurlijk. Want anders ben je constant aan het lopen. Dit zit helemaal vol. En dan hadden we volgens mij alles gehad. Nee. We hebben de soda en we hebben de peach nog. Oh god, ik doe het weer verkeerd. Oh god, nee. Nee. Wat ben ik aan het doen, jongens? Oké, dat zijn er... Oké. Ik ben er weer bij. Soms dan klik ik gewoon verkeerd en dan... Place products, yes. We hebben nog... Oh god, het is al 2:30 s'nachts. Ik ben al heel lang bezig. Maar goed, ik wil dit gewoon netjes doen. En dan hebben we de soda. Maar kan die soda... Ja, die kan ik dus niet kwijt. Moet ik daarvoor een rek hebben? Ik heb geen idee. Shelving. Large shelf. Voor 9. Het is wel duur hoor, zo'n large shelf. Zullen we gewoon deze doen voor de soda? Laten we de soda... Even kijken, kan ik dat? Ja, perfect. Oké, kan dit dan... Even kijken, ik hoop dat het erin kan. Oh, gelukkig, het past. Het kan. En het is weer aan het regenen. Het heeft wel een vibe, dit spel. Ik vind het... Volgens mij hebben we het nou al 3 keer gezegd, maar ik vind het leuk. Ik heb hier plezier in. Laat me even in de reacties weten wat je ervan vindt, hè. Of je het leuk vindt of niet. En trouwens, dat mag ook in de Discord-server als je dat wil. Dan ben je gewoon van harte welkom. Het is gratis. Het kost geen geld. De link daarvoor staat in de beschrijving. Mooi, we gaan open, mensen. Het is gebeurd. Wat een werk. Wat een werk. We gaan skippen. En we gaan beginnen. Eens even kijken hoe ver we komen met al deze producten. Look, there is a bus coming with multiple customers. Prepare your store. Refill the shelves and get ready. Alsof ik het wist. Oké. Alsof ik het van tevoren al wist. Er komen dus heel veel mensen. Oké, kan dit weg met die draaiende camera? Och, ik word er helemaal raar van. Ja, voor de mensen die niet weten, ik heb last van motion sickness. Dus met draaiende camera's en weet ik het allemaal, daar heb ik moeite mee. Oké, dus er komt een hele grote bus aan nu. Met allemaal mensen. Oh god. Oh my god, ik ben zo blij dat ik dit allemaal heb gedaan vannacht. Oké, we gaan maar gewoon... Oh god, daar komen ze. Kijk dan. Oh, ze komen ook nog rennend aan ook nog. Welkom, goedemorgen. Welkom in de winkel. Ja, daar gaan ze en de jacht is begonnen. Nou, ik ga maar gewoon hier zo staan en wachten. Ik heb alles gedaan wat ik moest doen. Oh, we hebben ook dubbelgangers, zie ik. Dat is dan weer jammer, maar... Ja, ik vind het... voor de rest gaat het gewoon goed. Dus er zitten wel een beetje dezelfde characters in. Wat is er aan de hand erachterin? Ik zie daar een dollartekentje. Het zijn wel heel veel mensen in één keer, ja. Oh mijn god, wat kopen ze veel. Kijk eens. Ja, ze kijk. Kijk hoeveel ze pakken. Vandaar ook dat ik best wel snel weer moest aanvullen. Want ze pakken best veel, hoor. Oh mijn god, ze komen zo meteen allemaal tegelijk bij die kassa. Oh, dit wordt leuk. Daar komen ze. Ja, kijk. Daar komen ze. Yes, daar gaan we. Concentratie. Oké, dat was er eentje. Dat viel mee.
Dat viel mee. Oh god, nieuw product. Wat is het? Watermeloenen. Watermeloenen. Dat is nummer 2. Dankjewel, dan krijgen we deze. Ja, hoppa. Oh, dat was mis. Dat was fout. Jeetje, wat veel. Kut dan. Kijk die schappen, ze hebben nou geen bananen meer. Ja, dit is echt absurd gewoon. Dit is echt absurd. Oh, weer een nieuw product. Citroenen. Ik zie het gewoon terwijl ik niet ernaar kijk. Oh mijn god. Ze halen gewoon heel veel schappen leeg. Ja, dank je. Hop, gaan. Jeetje. Ik wil dat ze zoveel kopen bij Supermarkt Simulator. Dat zou je wel top zijn. Dan ben je gewoon gelijk rijk. Maar ja, het is natuurlijk een minigame. En die minigames worden steeds langer, neem ik aan. En moeilijker. Ik krijg vliegen trouwens bij de prullenbak. We krijgen weer nieuwe producten. Wat is het? Pasta. Oh, dat is leuk. Dat is leuk. We krijgen steeds weer allemaal nieuwe dingetjes erbij. Ja. Oké, dit viel mee, deze. Oh god, nee, ik ben te snel weggegaan. Daar gaat het weer. Ja, het gaat weer overnieuw. Wachten totdat je het geld hebt. Juist, oké, nu mag je. Oké, ik moet heel eventjes wat doen hier, want dit kan echt niet. Ja. Deze gaat mee, deze ook. En dat gaat dan hier zo in. Throw trash. Wat is hier nou aan de hand? Oh, het zit vol, denk ik, of zo. Zie je dat? Hij accepteert het niet, of wel? Nee, zie je dat? Aandachtspuntje is dat. Moeten we straks even naar kijken. Wat is hier allemaal aan de hand? Ja, ik heb geen meloenen. Ik weet het. Jullie kopen zo verschrikkelijk veel. Ik hou het allemaal niet bij, hoor, mensen. Ik hou het echt niet bij. Jullie kopen zoveel van mij. Volgens mij heb ik de beste producten van heel de stad. Want ze kopen echt alles op. Nou goed, ik doe mijn best. Ik kan niet meer doen als mijn best doen. Toch? Dat gaat niet. Pineapples. Want ze willen echt alles hebben. Dat snap ik. Dat zou ik ook willen. Maar zo werkt de wereld niet. Ik ben in mijn eentje. Daar gaan we weer. Let's go, go, go. Hop, hop. Hey, actief. Oké. Waarom heb ik dat verkeerd? Oh god, nog meer. Ik hoor vliegen. Dit is niet goed. Jeetje, wat kopen die mensen veel, zeg. Kijk dan, die kopen gewoon voor een half jaar eten. Ja, meer. Wat zit ik nou eigenlijk te klagen? Ik verdien hartstikke veel geld hierbij. Dit is hartstikke goed, maar... Oh mijn god. Dit kan echt niet. Ja, meneer, ik kom eraan. Even geduld. Wat is hier nou aan de hand dan? Mis ik iets of zo? Nou ja, waarschijnlijk moeten we dat even goed legen op de een of andere manier. Maar ja, ik moet alles tegelijk doen, lijkt het wel. Yes. Dankjewel. Ja, ik heb geen citroen. Mevrouw, sorry. Ik heb het zo verschrikkelijk druk. Ziet u dat niet? Ik kan niet alles tegelijk doen. Kijk, het is nou alweer vies hier. Ik ga dit even schoonmaken. Dan ga ik dit eventjes wegbrengen. Waarschijnlijk heb ik daar vliegen omdat het er al heel lang ligt. Juist. Oké. Ik hoop dat die vliegen nu weggaan. En zo niet, dan hebben we een probleem. We hebben een probleem. Oh, wacht. Het moet dus wel op deze manier. Ja, de vliegen zijn weg. Oké, dus we moeten hem wel degelijk legen. Oké, welkom in de winkel. Hallo. Yes. Oké, ik snap niet waarom die soms zegt dat ik het verkeerd doe, want ik weet zeker dat ik dat niet doe. Of ik heb het niet door, dat kan ook. Of mijn toetsenbord is gewoon niet goed. Ik denk het laatste, want ik heb de laatste tijd problemen met mijn toetsenbord. Ik heb mijn toetsenbord een keer schoongemaakt. Dan heb ik al die toetsjes eraf gehaald. Wat gebeurt hier?
Newspaper. Oké, dus we krijgen ook nog dat soort producten. Wat ik wou zeggen is dat ik mijn toetsenbord had schoongemaakt. Ik had al die knopjes eraf gehaald. En alles weer erop gedaan. En sindsdien doen sommige toetsen raar. En daar baal ik van, want mijn toetsenbord was best wel duur. Tenminste, ik vind €150 van toetsenbord best prijzig. Ja, ze lopen allemaal te zeuren. Het is 4 uur geweest. Wat ga ik doen? Ga ik het bij... Nou ja, we moeten erbij vullen. Ik ga het gewoon bijvullen. Melk sowieso. Ja, we kunnen alles doen, want het is gewoon weer weg. Het is echt bizar hoe snel dit gaat. Het is echt krankzinnig, gewoon. Kijk, je legt het neer en het is gewoon weg. Ja, alsjeblieft. Kijk, daar gaan ze. Nou ja, ze komen wel naar de kassa, maar ja, sommige mensen willen maar één ding en dat heb ik gewoon niet. Althans, nog niet. Ja, laten we dit even storten. Kijk, dan kan ik weer naar de kassa. Laten we dat doen, want het is ook het einde van de dag. Even nog wat geld maken. Daar gaan we weer. Ja, hop. Yes, yes. Dankjewel. Dankjewel. En dan krijgen we deze meneer. Ja. Hoppa. En de rest van die mensen willen allemaal dingen van mij wat ik niet heb. Ik snap niet waarom ze niet weggaan. Closing soon. Hallo, het is 6 uur bijna. Kunnen jullie weggaan? Ik heb het niet. Dat is wel apart. Dat ze dan niet weggaan, maar dat ze dan blijven en eisen dat ik die spullen neerzet. Toch? Dat is toch raar, of niet? Het is 6 uur. Mensen, de winkel is dicht. Ga weg uit mijn winkel. Ik moet ze letterlijk uit mijn winkel slaan. Oh, ze blijft ook... Onbeschoft, mensen. Blijf gewoon staan ook, joh. Ja. Alsjeblieft. Nou ja, hij is tevreden. Ik niet. Ik ben niet... Nou ja, ik ben eigenlijk wel tevreden. Want ik heb gewoon heel veel verkocht wat ik die dag heb neergezet. Oké, nou, ik ga wel... Wat wil ze nou hebben dan? Oh, ze komt... Ik snap echt helemaal niks van dit. Ze komt nu naar de kassa rennen. Ja, dankjewel. Ja. Nou, sorry voor het kneppen, mevrouw. Maar ja, ik moet ook leven. Weet je, ik kan niet alles tegelijk, mevrouw. De laatste minigame van vandaag. Ik heb letterlijk overgewerkt. Lang overgewerkt, bijna 2 uur. Nieuw product, aardbeien. Oh mijn god, jongens, wat een werk. Wat een werk in deze winkel. Maar, het gaat goed. We verdienen geld, we zitten op €30.000. Ja, als ik weer wil hebben wat ik had, dan duurt dat nog wel eventjes. Maar, het gaat goed, het gaat prima. Zo, lieve mensen, dan was dit My Supermarket voor vandaag. Wat vind ik ervan? Ik vind het hartstikke leuk. Ik meen het. Ik vind het echt een heel leuk spelletje. De graphics zijn goed. Hij loopt heel soepel. Ik vind de characters leuk. Ik vind de manier van spelen leuk. Hoe heet het ook? De gameplay vind ik leuk. Het had wel voor mij iets minder gemogen met hoeveel producten de klanten pakken, zeg maar. Het had wel iets minder gemogen, zodat je iets minder hoeft bij te vullen. Maar voor de rest vind ik het een geinig spelletje. Je kunt heel veel dingen doen. Je kunt heel veel dingen neerzetten. Ja, ik vind het leuk. Nou, laat me vooral even beneden weten wat jij ervan vindt. En als je de video leuk vond om te kijken, vergeet dan niet eventjes te liken. Want hoe meer jullie liken, hoe meer ik ga spelen. Dus doe dat eventjes. Als je helemaal nieuw bent, vergeet dan niet eventjes te abonneren. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Tot dan, doei!